Het tweede kenmerkende aspect van de tijd van jagers en boeren heeft te maken met het ontstaan van de landbouw. En de volledige omschrijving van het kenmerkende aspect is als volgt: het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. Nou kun je denken dat dat dubbelop is, maar dat is niet zo. Eerst gaan we in dit filmpje eens even kijken naar hoe die landbouw eigenlijk ontstaan is. En vervolgens gaan we kijken naar wat dat voor gevolgen heeft voor de samenleving. Want zo'n landbouwsamenleving die verschilt nogal behoorlijk van zo'n samenleving van jagers en verzamelaars die we eerder zagen. Maar opnieuw is ook een landbouwsamenleving opgebouwd uit dezelfde vier bouwstenen, namelijk politiek, cultuur, economie en de sociale verhoudingen. En die zullen in deze video dan ook weer gaan terugkomen. Maar goed, eerst eens even kijken naar het ontstaan van die landbouw en daarvoor gaan we zo'n 13.000 jaar terug in de tijd, naar ongeveer 11.000 voor Christus en we gaan naar het gebied van de zogenaamde vruchtbare halve maan. En dat gebied zie je hier op dit kaartje afgebeeld. En het is een gebied dat eigenlijk in de vorm van een halve maan loopt van Egypte in het westen, via Israël, Jordanië, Syrië, het zuiden van Turkije, door naar Irak en Iran. En in dat gebied, daar vond de zogenaamde Neolithische revolutie, oftewel de landbouwrevolutie, plaats. Neolithisch is een ander woord voor nieuwe steentijd, en in deze periode ontstond dus de landbouw in dit gebied. En een ander woord voor landbouw is agrarisch. Dat woord zul je nog vaker gaan tegenkomen, het is een begrip, dus onthoud het goed. Iedere keer als er agrarisch staat of agrariërs, dan weet je dat het met landbouw te maken heeft. Nou, waarom begon die landbouwrevolutie nou precies in dit gebied? Dat heeft te maken met het klimaat dat er zo rond 11.000 voor Christus in dit gebied was. Dat was namelijk heel erg gunstig. Het was een gematigd klimaat waardoor er heel veel planten groeiden, waardoor er heel veel beesten leefden. Kortom, er was voedsel in overvloed voor de jagers, verzamelaars die daar leefden. Daar droegen die grote rivieren die je er op het kaartje ziet, zoals de Nijl en de rivier de Jordaan en de Eufraat en de Tigris natuurlijk ook aan bij. Want zoet water betekent vaak ook vruchtbare grond. Nou, dat was hier in die vruchtbare halve maan dus ook het geval. Nou, die jagers-verzamelaars die daar leefden, die hoefden vaak niet meer rond te trekken, omdat er gewoon heel veel voedsel in een omgeving was. Meer dan dat ze soms op konden. En dan zie je dat de eerste jagers-verzamelaars voorzichtig aan akkerbouw gaan doen. Ze gaan allerlei gewassen die ze al in het wild groeien niet meer per se verzamelen. Nee, ze gaan proberen om die zelf te verbouwen. En later gaan ze ook proberen om de wilde beesten waarop ze jagen, om die te temmen en om zo ook aan veeteelt te doen. En akkerbouw en veeteelt, dat zijn de twee voornaamste takken van de landbouw. Er zijn er nog meer, tegenwoordig, maar in die tijd gaat het dus om akkerbouw en om veeteelt. Nou ja, hoe gaat dat dan, zo'n landbouw of zo'n neolithische revolutie? Ja, dat gaat natuurlijk niet zonder slag op stoot en het is niet dat mensen van de ene op de andere dag ineens bedacht van hé, weet je wat, nu gaan we landbouw doen, nou gaan we niet meer jagen en verzamelen. Om daar even een overzichtje van te geven, hier de ontwikkelingen van de middelen van bestaan in die vruchtbare halve maan. Het eerste middel van bestaan, jagen en verzamelen, hebben we al gezien. Hebben we het in het vorige filmpje ook over gehad. Dat bleef men in die vruchtbare halve maan doen tot zo ongeveer 9000 voor Christus. Maar tegelijkertijd begon men dus al voor 9000 voor Christus aan landbouw te doen. Begon men agrarisch te leven. En lange tijd leefden jagers, verzamelaars en boeren dan ook naast elkaar. Maar uiteindelijk kwam het jagen en verzamelen steeds minder voor als voornaamste middel van bestaan, want de landbouw bood namelijk grote voordelen. Als je het goed aanpakte, was er meer dan genoeg voedsel voor iedereen. Sterker nog, dan was er voedsel over waardoor de groep kon groeien. Nou, en dat zorgde dan ook voor dat er langzamerhand landbouwsamenlevingen gaan ontstaan. En hoe zo'n landbouwsamenleving of zo'n agrarische samenleving eruit ziet, dat gaan we weer even bekijken aan de hand van onze vier bouwstenen. Het middel van bestaan, nogmaals, dat bepaalt dus hoe mensen samenleven voor een heel groot deel, is in dit geval dus landbouw, oftewel akkerbouw en veeteelt. Bij die jagers-verzamelaars zagen we dat er nog geen sprake was van politiek. Er was geen georganiseerd bestuur, want de groepen waren niet zo groot dat dat nodig was. Nu zien we, doordat de voedselproductie toeneemt, dat de bevolking ook begint te groeien en de groep waarin men leeft dus groter wordt. En dan zien we langzamerhand dorpen ontstaan, die waarschijnlijk werden bestuurd door de dorpsoudsten of de priesters, of soms gewoon simpelweg door de beste boeren. De boeren die het grootste stuk grond hadden of het meeste voedsel produceerden. Nee, de sociale verhoudingen die begonnen langzamerhand toch echt te veranderen in zo'n agrarische samenleving. Ten eerste vond er de zogenaamde sedentaire revolutie plaats. Mensen gingen voortaan op een vaste plek wonen.
Jagers-verzamelaars waren afhankelijk van het rondtrekken, zij moesten de hele tijd achter hun voedsel aan blijven gaan, maar ja, voor boeren schiet het natuurlijk niet echt op om de hele tijd van plaats naar plaats te trekken. Zij zijn juist gebaat bij een vaste woonplaats. En dat gingen zij dus ook steeds meer doen. Daarnaast zien we sociale verschillen ontstaan. Doordat mensen niet meer rondtrekken, konden ze steeds meer bezittingen hebben. En hierdoor namen de verschillen tussen mensen toe. Want wie veel heeft, ja, die staat vaak hoger in aanzien. En daardoor ontstonden er statusverschillen en sociale ongelijkheid. En ook de ongelijkheid tussen man en vrouw, die bleef. Er bleef sprake van een strikte rolverdeling tussen man en vrouw. Alhoewel die wel kleiner werd ten opzichte van die samenleving van jagers-verzamelaars, want mannen en vrouwen werkten vaak samen op het land. Ja, en ook op cultureel gebied zien we zaken veranderen. Er zijn nog steeds allerlei magische rituelen die te maken kunnen hebben met de dood of met geboorte, maar vaak ook te maken hadden met het binnenhalen van een goede oogst. We zien dat er allerlei godsdiensten beginnen te ontstaan die vaak draaien toch om die oogst, het binnenhalen van voedsel en dergelijke. En daarnaast zien we dat er in zo'n landbouwsamenleving allerlei uitvindingen worden gedaan die het leven een stuk gemakkelijker maken. En dan hebben we het niet alleen over heel praktische zaken als goede gereedschappen en dergelijke, maar we zien in een landbouwsamenleving ook de eerste kalenders ontstaan en zelfs het eerste schrift. Dat werd in eerste instantie vooral gedaan om de voorraden en dergelijke bij te houden. Maar goed, we komen hier dus aan het einde van die prehistorie. Vanaf nu spreken we van historie, want mensen beginnen hun daden te noteren. Het schrift is ontstaan. Het opvallende van de ontwikkeling van de landbouw is dat het op verschillende plaatsen op de wereld ongeveer gelijktijdig ontstond. Hier op dit kaartje zie je dat gebeuren. Er zijn een aantal gebieden in de wereld waar men ongeveer in dezelfde periode aan landbouw begon te doen. En dat moet onafhankelijk van elkaar zijn gebeurd. Er zijn waarschijnlijk geen contacten geweest tussen bijvoorbeeld de mensen in de Andes, die links op het kaartje staan, en de mensen in China, die allebei ongeveer in dezelfde periode dus aan landbouw gingen doen. Ook in die andere gebieden zal, net als in de vruchtbare halve maan, het klimaat heel gunstig zijn geweest voor die jagers en die verzamelaars om zich op één plek te vestigen en te proberen zo meer voedsel uit die ene plek te halen. Wat verder opvalt aan dit kaartje is dat de landbouw zich langzamerhand verspreidt over de rest van de wereld. Het is een revolutie en een revolutie gebeurt normaal gesproken heel snel, maar dit is dus een heel trage revolutie. En dan zie je ook het zogenaamde ongelijktijdige van de geschiedenis terug. Iets wat dit overzichtje ook mooi illustreert. We zien hier wanneer respectievelijk Mesopotamië, oftewel de vruchtbare halve maan, Europa en dan Nederland en België in het bijzonder, in een bepaalde periode zitten en overgaan naar de volgende periode. Nou ja, dan zie je dus dat men in Mesopotamië, in die vruchtbare halve maan, al heel snel aan landbouw gaat doen. En dus in de nieuwe steentijd terechtkomt, dat Neolithicum, maar dat dat in Europa veel langer duurt en dat dat in Nederland en België, in het noordwesten van Europa, nog weer langer duurt dan bijvoorbeeld in Griekenland. Maar uiteindelijk verspreidt de landbouw zich over een groot deel van de wereld en daarmee werd ook een groot deel van de wereld een landbouwsamenleving. In ieder geval het gedeelte waar wij ons voornamelijk op zullen focussen, het Midden-Oosten en Europa.